voorlopig geen hulp. Hij gaat dus alleen. Weggetrapt Scambry. De Manuel. Van de Kerkhof weer in die bekende rol achterin. Daar waar gevaar dreigt is hij. Brokken. Goed schot van Bud Brokken. Veel mensen voorin, dat betekent natuurlijk ook veel Maltesers achterin. Weer een goed afstandsschot van Ronald Koeman. Brokken, goed verlengd op Ronald Koeman, die wel lekker in de wedstrijd komt. Veel ballen heeft gehad. Bonello mist en dan is het Scambry en uiteindelijk is het toch weer Bonello. Het eerste echte chaotische moment voor het doel van deze John Bonello. Langs twee man nu Vanenburg en nu schieten. Goed, en daar is hij dan. In de 18e minuut, Gerald Vanenburg. Twee minuten eerder toch dan een jaar geleden. Toen, zoals ik net zei, Edo Ophof de score opende in de 20e minuut. En dit is van eminent belang. Vanenburg die Scambry en Bultigits omzeilt. Fabri komt dan te laat. En prima uithaal via de handen van Bonello. Zonder nou te zeggen dat het echt hard is. Vanenburg, dat is goed. Wijnsteker is uitstekend ingekomen. Wat een schitterende goal, zeg. Oh, wat is dit een beauty. Wijnstekers, ja, oppassen dat je niet geblesseerd raakt in je vreugde. Die schitterend zag wat Vanenburg wilde. En Vanenburg zag dat natuurlijk zelf ook. Kijk eens met de buitenkant van de rechterschoen. En daar is Ben Wijnstekers. Formidabel doelpunt. En omdat hij zo mooi is, nog maar eens. De muur is nooit geen 9 meter. Koeman, natuurlijk schieten. Vanenburg richting Gullit. Houtman kop. Nogmaals die hoekschop. Gullit fungeert als doorzender. Dat was toch een redelijke kans voor Houten. Minder dan een minuut nog in de eerste helft. Het zou lekker zijn als er nog 1-1 ging natuurlijk. Brokken misschien. Op Bonello. Goed, die paas op Brokken. Maar heel goed uit zijn doel gekomen John Bonello. Drie man voorbij, zo kan hij wel. Terecht applaus voor Gerald Vanenburg. Die op het middenveld de lijnen uitzet. En ook voor het nodige gevaar zorgt. Eén man. Twee, drie. En zag dat Bonello een meter voor zijn... Terwijl Vanenburg nog eens een keer Boeven wegstuurt. Prima die voorzet. Goeie kopstop van Houtman. Centimeters. Scambry in paniek. Koeman opnieuw. Weer goed. Houtman moet terugleggen eigenlijk. Bonello, nee. Goeie genade. Hij staat goed te keeper, dat moet ik zeggen. Die 26-jarige John Bonello. Goed ook die voorzet van Ronald Koeman. En daar was het Houtman die uit die hoekschop... Vanenburg in de muur. Dan Houtman maar. Goed schot, zeg. Dieburg dus. Van de linkerkant alle lange mensen voorin. Daar komt Houtman. Hij raakte de bal wel. Maar hij heeft het geluk ook niet mee vanavond. Tot nu toe althans. Nogmaals die hoekschop van Vanenburg.
En u ziet daar Houtman komen. Bonello was in zijn buurt. Gullit in een typische houding van hem. Dreigen, maar niet echt tot een schot komen. Het lukt hem niet. Dat is Houtman weer. Rijkaard, maar Fabri haalt de bal van de doellijn. En weg is weg, Faruccia. Dat is Gullit. Rijkaard en Gullit. Ja, ze lijken veel op elkaar. Dit was Gullit. En weer is het er heel dichtbij. Hier zijn ze samen trouwens. Weer goed die bal teruggetrokken. Kijk, Gullit. Vanenburg die nu weer weg kan van de linkerkant. En nu weer meer vanuit het midden kan opereren. Nou moet hij dan toch eens een keer. Weer Bonello. Deksels, wat staat die vent goed te keeper, zeg. Wie? Fabri. Brokken. Ruimte. En kan dus iets bedenken. Houtman. Rijkaard, daar is hij. Bonello wil buitenspel. Maar Peschel keek naar zijn grensrechter die niet vlagde. En laten wij ook nog eens kijken. Brokken had de ruimte om iets moois te versturen. Houtman, nee, zeker geen buitenspel. Rijkaard werd bovendien nog gehinderd. Het is 3-0. En we hebben nog een dik kwartier. Aan de basis dus van dit doelpunt Brokken. Die toch al veel goede dingen heeft gedaan aan die rechterkant. Houtman niet zelfzuchtig. En ondanks het hinderen van Fabri door Rijkaard. Nu. Vanenburg, Valken glijdt weg. Ja. Daar had toch iets meer mee gedaan moeten worden. Het grapje mislukte in wezen. Omdat Valken wegleed en daardoor die bal niet goed raakte. Van Nederland toch ook de verdienste van de verdediging van Malta. Dat bovendien weet dat het een goede doelman heeft. John Bonello. Houtman weer terugleggen. Rijkaard in de problemen. Houtman dan, ja! Hij kijkt nog even achterom of er misschien een luchtje aan dat doelpunt zit. Het is niet zo. Het is 4-0. Gullit aan de basis. Houtman zelf doorgekopt op Rijkaard. En dan Houtman. Het is zijn derde doelpunt voor Oranje. Het is 4-0. 36e minuut. En het verschaft de ploeg en bondscoach Kees Rijvers wat rust. Een belangrijke rol dus voor Peter Houtman. Maar ook nuttig werk van Rijkaard. Kijk, die houdt er nog even twee verdedigers bezig ook. Brokken. Gullit. Houtman. Komt hem door. Rijkaard, ja! En het is nog 5-0. Wat kan dit doelpunt, 3 minuten in de blessuretijd, uiteindelijk heel belangrijk zijn. Gullit. Houtman. En daar is Rijkaard die hem voor Bonello hem kan pakken intikt. 3 minuten dus in de blessuretijd. En wat zal Miguel Muñoz zich met zijn Spaanse ploeg in het verre Sevilla opwinden over het feit dat Klaus Peschel nog zo lang laat naspelen. Kijk, Fabri kan niet meer. Bonello is te laat. En het inzetten van Frank Rijkaard in de tweede helft is toch zeer nuttig geweest. Want hij heeft 2 van de 5 treffers gescoord. En de 5-0 overwinning die Nederland vanavond op Malta hier in het volle Feyenoordstadion heeft behaald, die moeten voldoende zijn om Nederland volgende zomer naar Frankrijk te laten gaan om deel te nemen aan de eindronde van het Europees kampioenschap. Supporters op het veld, Piet Schrijvers die zijn eerste verhaal moet doen. U ziet het nogmaals, Vanenburg, Wijnstekers, Rijkaard, Houtman en weer Rijkaard. 3 minuten in de blessuretijd. Zij zorgden ervoor dat Nederland met 5-0 won van Malta. En dit is dan de stand in groep 7. Nederland is nu aan de leiding. Spanje dat ook woensdag 13 punten zal krijgen.